Oké, in deel 2 van de introductie laat ik even zien wat de basics zijn met 3D-modellen. Een 3D-model is in principe hol. Het is gewoon een papieren omhulsel. Als ik er ook met de camera in ga, dan plop ik er op een gegeven moment doorheen. En dan zie ik nu de binnenkant. Dat heeft te maken met het oog van de camera. Die kan natuurlijk, totdat het in je oog zit, kan die het nog zien. En daarna kijkt hij er als het ware dwars doorheen. Ik ga er nu dus, ging er nu met de camera doorheen. Alles bij 3D hangt aan elkaar van de subdivisies van je object. Als ik hier bijvoorbeeld, dit is nu een standaard kubus primitive. En ik geef hem overal 16 subdivisies op, dan gebeurt er eigenlijk ogenschijnlijk niks. Als ik dit in de display even aanzet, dan zie je dat er wel degelijk wat gebeurd is. Hij krijgt er allemaal kleine subblokjes bij. Die kan ik nog niet bewerken, want dit is nog steeds een 3D-primitief. Maar ik kan er wel een deformation op gooien. Deformations zijn ontzettend handig. Het zijn of de kinderen of de broer en zus, dus ze zitten samen in een groep. En dan voeren ze dus de deformation uit. Nou, nu staat dit allemaal nog uit. Maar stel dat ik dit allebei even zou selecteren. En ik ga hier naar Group. Alt-G is dat trouwens. Dan zitten ze bij elkaar in een nul-object. Nul-object is een leeg object met alleen een pivot. Alle objecten hebben een pivot. Als ik nu die band eens eventjes open ga gooien, dan zie je wat er gebeurt. En dan zie je dat dat ding verbogen wordt. Oké, hartstikke leuk. Maar wat doen die subdivisies nou? Heb je die allemaal nodig? Ja, die heb je nodig. Je krijgt namelijk jaggies te zien als je er te weinig van hebt. Bijvoorbeeld als ik nu alleen even over de Y hier subdivisies uithaal, je reduceer het tot 1, dan trekt hij hem eigenlijk alleen maar scheef. Het is een blok beton en daar kan hij eigenlijk verder niks mee dan dit doen. Hij heeft maar één subdivisie. Als ik die ophoog, dan wordt hij eigenlijk alleen maar verfijnder. Maar dit zijn zoveel polygonen, dat kan weer niet in een game engine. Althans, niet voor zomaar een objectje. Dan moet je low poly gaan zitten. Dus bijvoorbeeld 6, 6, 6. Eigenlijk heeft hij ze over de zijkanten en over de bovenkant en onderkant niet nodig. Dus ik doe hier 1, 1. Dit zou een prima low poly object zijn. Dan zie je dat dit allemaal bestaat uit vierkanten. Dat zijn zogenaamde quads. Quads bestaan eigenlijk uit twee triangles. Als je een diagonaal maakt tussen twee overliggende punten, heb je twee triangles. Waarom zijn quads dan zo handig? Je hebt niet zo verschrikkelijk veel van die lijnen. En het zijn toch twee triangles. Dus het maakt eigenlijk niks uit. Dat zijn primitieven en deformations. Deformations werken trouwens ook als je ze in serie plaatst in volgorde, in de volgorde waarin je ze achter elkaar zet. En nu zet ik bijvoorbeeld de twist even eerst. Hier zet ik open, dan zie je dat mijn ding ook getwist wordt. Dit doet hij trouwens netjes. Dus dit zou nog steeds een goed low poly object zijn. Veel van dit soort trucs, bijvoorbeeld de deformations, die kun je niet exporteren naar een 3D engine, naar een game engine. Wat je dan moet doen is bijvoorbeeld het object pakken. Ik weet niet of ik het goed doe, want ik pak een nul object. En dan kan je hem omzetten. Hier bij Mesh, een conversion, current state object. En dan krijg ik een nieuw object. Ik gooi even het oorspronkelijke object weg. En dit is nu mijn nieuwe object. Nul kan ook weg, doet toch niks meer. En dit is dus helemaal de deformation gefixeerd op het object. Dat is eventjes over polygonen en 3D-primitieven.